Utopiaan van het allereerste uur, Isabella, die heeft het terrein verlaten. Ze is juist gestemd door nieuwkomer Naomi en heeft inmiddels Nederland hier betreden. Het waren voor Isabella 11 bewogen maanden. Ik ben de zuster Clivia hier in het midden, geloof ik. Oh, top. Ik hoop dat we kunnen laten zien dat het allemaal wat rustiger kan en wat meer met respect. Ja, Isabel. Ik heb een koe die aan het bevallen is. Kijk, kijk, kijk. Liggen blijven, zegt hij. Liggen. Kom hier, Riefke. Sarah, dat wij van de alle 15 mensen de enige zijn die zeggen we willen niet blijven. Er zijn er 13 mensen die wel willen blijven. Ja, dan ben ik in oktober uit, ik in november of vice versa. Ja, precies. Wij gaan met z'n tweeën de prooi opnemen. We gaan een plaat uitbrengen, schat. Ja, maar dit is echt een beetje dat borderline gevoel. Echt borderline, waar. Ja, ja. Hoe je dan ga, zo doet. Ga je daar maar op. Jammer. Weet je hoe je het schrijft, borderline? Misschien moet je gaan kijken wat het is. Nee. Het was heel vrolijk en daar ga je. Als ik jou niet moet, zeg ik het. En dan laat ik het ook gewoon zien. Jij met één grote roddeltante. Okay. Isabel, sorry. Ik vind het echt heel erg. Ik moet jou naar huis sturen. Ik heb 2 flessen champagne staan. En ik wil met iedereen een toast uitbrengen. Want dat is namelijk ook iets waar ik heel erg gelukkig van word. Het is goed. Ja, dat is toch wat treurig om George daar te zien. Tranen in zijn ogen. Hoe is het met je? Goed. Ja? Ja. Dat ben je blij? Wat wil je zeggen, Eva? Dat was wel een van de leukste afscheiden. Met die... Nou ja, als jij vanaf dag 1 erin zit en het zo ver hebt geschopt, ja, vind ik dat je dan een prestatie hebt neergezet. En ja, ja, natuurlijk is het niet leuk om het te verlaten. Maar waarom treurig? Kom op, kijk wat je hebt neergezet. Maar 11 maanden daar en dan kom je opeens buiten in de echte wereld. Wat heb je gedaan de afgelopen dagen? Bar weinig. Ja? Naar mijn ouders, goed gegeten, veel bijgekletst, mijn vriendinnen gezien. En voor de rest echt alleen maar chill. Ja. En ik ben heel toevallig vanmiddag dan ben ik naar een platenmaatschappij geweest. Eetbol van Talpa. En dat is, dat is toch eruit? Een grote droom die eruit gekomen is. Wat ga je doen? Ik ga het land in. Ik ga met 2 singles promoten die ik heb gemaakt. Maar wil je altijd al zingen? Ik ben er. Dit was niet de insteek waarom ik met Utopia ben begonnen. Nee, maar het is. Ja, ik ben. Ik muziek. Maar komt er ook een album aan? Of een je wacht wel lang, vind ik, hoor. Op dit moment ben ik heel trots op, op de 2 nummers die ik heb uitgebracht. En een album zou fantastisch zijn, maar eerst kijken of het... Je bent al helemaal media getraind. Je bent gewoon 11 maanden was je helemaal jezelf en dan kom je media getraind naar buiten. Stel heel even, jij bent de laatste die eruit gaat via deze methode. Zometeen over een maand mag iedereen kiezen. Ja. Hè, van ga ik weg. Was je gebleven als je zou mogen? Ik ben er zelf nog niet echt helemaal over uit geweest. Want ik was inderdaad met mijn hoofd van ja, een album zou leuk zijn. Maar ik denk dat ik daar dus toch nog net iets te kort voor binnen was geweest. Ja. Ja. Maar iedereen weet het volgens mij nog niet. Dus... En hoe is het met Giorgio? Ik heb geen idee hoe het met hem is. Ik heb nog geen streams gekeken. Nee, want jullie hadden natuurlijk een heftige relatie daar. Ja. Maar mis je hem dan niet verschrikkelijk nu? Ik mis hem wel, ja. Erger dan ik dacht. Hoezo? Je dacht, ik loop daar gewoon weg en... Tot ziens. Nee, je zit in een rare situatie daar. Dus ik had zoiets van, ja, misschien gaat er een knop om. Ja, oké. Okay. Maar die is niet omgegaan. Nee, dus die liefde is nog steeds van overeind. Van mij mag die er morgen uit, ja. Oh ja? Ja. En wat heeft hij gezegd? Ik ga met je mee, ik kom achter je aan? Nee. Wat heeft hij gezegd? Als ik ga, blijf. En als jij gaat, blijf ik. Oké, okay, ja. Ieder voor zich, daar komt het op neer. Je komt alleen en je gaat alleen. En wat er daarna gebeurt, ja, dat zal de... Dat Utopia is als het leven zelf, knulmazen. Ja. En Wolter Kroes, heb je die al gesproken? Die heb ik nog niet gesproken, maar ik heb wel een heel lief Facebook-berichtje gelezen van hem. En binnenkort, ik ga meteen contact natuurlijk. Laten we even kijken naar die clip, of naar het nummer wat jullie samen hebben gemaakt. Langzaam grijp mijn hand af en beland zo op je kont. Dan sluit jij je ogen en ik ga bijna door de grond. Mijn lieve schat, ik ben jouw vrouw. Hij is heel blij met jou en hij wil ook nog even 1 ding tegen jou zeggen. Lieve Isabella, je bent uit het Utopiahuis vandaan. Je hebt gestreden en wat mij betreft heb jij overwonnen. Nu ben je eruit en nu gaat jouw carrière pas echt beginnen. Ik wil je heel veel succes en heel veel geluk toewensen vanuit het Brabantse. Een dikke kus en tot snel in het land. Wat leuk. Dus dat gaat ook gebeuren. Je gaat het land in. Waar ga je als eerste optreden? Ik heb geen idee.
Je weet het nog niet. Ik weet het niet. Dus als Wolter me belt, dan ga ik met hem mee. En als iemand anders me belt, dan ga ik daarmee. een blauw busje. Met het blauwe busje, top. Ja, hartstikke leuk. Ik zie volgens mij een hele vrolijke dame, Evert. Ja, een ster erbij. Ja. Nou, hopen voor jou dat Giorgio zegt van... nou, ik kan het toch ook niet missen, ik ga in december ook eruit. Het zou mooi zijn voor jou natuurlijk. Ja, ik 31 december mag hij van mij eruit. Maar als hij kiest om langer te blijven, who am I? Oké, dankjewel en heel veel succes met die twee singles.